Zodra een mens die kwestie oor leiding aanroer, ontstaan die vraag altijd, hoe het sonde en leiding ontstaan? Dankzij die woord van God kan ons hierdie vraag behoorlijk beantwoord. Dit het ontstaan omdat vrygeskape wezens hulle Godgegewe vrijheid misbruik het. Dit leidt tot een verdere vraag. Het God vooraf geweet dat hulle tot de val zou komen? Ja, maar duidelijk het hy gedink dat dit, soos die fantasieskrywer C.S. Lewis skryf, dat in Engels stelt, worth the risk was. In Afrikaans kan een mens dalk sê, wie nie waag nie, kan nie wen nie. Wie het echter hier gewen? Vir wie was hier die waagstuk die moeite werd? Voor ons hier op die aarde of voor God in die hemel? Toch is het niet die een of die ander nie. Nee, die vrijheid van al sy intelligente skepsels was voor hom so kostbaar, dat hij ons liever niet daar die vrijheid wou ontzien, en daarom kies hij toe om ieder zelf die spit af te bijten. Hij zal die leiding waar die misbruik van daar die vrijheid meegebracht op hemzelf nemen. Ons zien inderdaad daar die leiding in die leven en dood van Jezus. Hij wat fysiek als een mens geleid, het zodoende een liefdesband tussen hemel en aarde gesmeer, een band wat voor eeuwig zal hou. Wat er leiding moest Jezus ter wille van ons deermaak? Wat kan ons uit zijn leiding leer? Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding vir Sabbat, 24 September.